Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe FIFA 19 video met wat als puntje, puntje, puntje niks had verkocht. En in deze aflevering hebben we NAC, oftewel NAC Breda, oftewel hoe je het ook wil noemen. Een van die twee is beide prima vind ik. Laten we gaan beginnen. Goed, NAC dus, NAC Breda. Ik ga jullie gewoon weer eerst natuurlijk het team laten zien. Ik ga even niet de spelers allemaal opnoemen, want ik wil hier, net als bij VV Fanlife, maar ik heb zelf persoonlijk nooit NAC Breda echt gevolgd. Niet eens een beetje. Verder niks tegen dat team hoor. Maar ik had gewoon moeite met spelers vinden. Ik ging dus alle selecties dus weer af vanaf 2004. En heel veel spelers waren of gewoon gestopt. Wat logisch is, 2004 is lang geleden, hallo. Dat voorkom je niet. Maar ook gewoon spelers die vertrokken zijn naar teams die er niet in staan. Of het had gewoon geen meerwaarde om ze terug te halen, want het algemeen was zo laag. Of whatever. Dus ik weet dus ook niet precies welke spelers vroeger voor NAC veel betekend hebben of iets. Dus het was voor mij lastig om keuzes te maken welke spelers ik terug heb gehaald. Jullie hebben hier nu al, terwijl ik dit uitleg, de selectie hier een beetje kunnen lezen, de basis. Ik hoop dat jullie zeggen van, dat is best decent. Dat is best netjes. Duarte Gudelje zal de man zijn die waarschijnlijk een beetje de boel moet gaan trekken samen met Botagin en onze spits daar. Ik heb geen andere doelman kunnen vinden, niet eens één. Misschien was dat onoplettendheid van mij, kan gebeuren, maar kijk deze selectie. Ik vind het niet heel bijzonder. Ik had erg moeite met dit samenstellen. Het is heel breed, maar ja, jullie zien de algemeentjes van wat ik heb terug kunnen halen, een beetje. Het ligt gewoon niet heel hoog, waardoor ik iedere keer twijfelde ook van ja, heeft het wel nut om deze speler terug te halen? Dus ik hoop in ieder geval dat jullie het wat vinden, dat jullie het leuk vinden. Dit zijn de wissels die het gaan doen voor ons. Anyway, ik ben benieuwd wat het bestuur van doelstellingen heeft voor NAC. We hebben natuurlijk de afgelopen twee afleveringen met Venlo en met Utrecht doelstelling gehad, eindig hoog. Ik ben benieuwd of NAC, dit is een iets minder moeilijke doelstelling zien we al. We kijken het gewoon hier. Haal de kwartfinale weer. Blijkbaar is dat een dingetje voor ieder team of zo. De kwartfinale halen lijkt het wel. En eindig in de middenmode. Nou ja, middenmode zal dus ongeveer uiterlijk plek 9 zijn, verwacht ik. Dat is gewoon midden, 18 teams. Nou, midden is 9. Dus niet lager als dat is dat wat ik voor mezelf stel. Ik weet niet hoe FIFA er daar tegenaan kijkt. Misschien kunnen we dat hier even zien. Nee, dat kunnen we niet zien. Wat voor hun de middenmode is. Wie weet zegt FIFA, ja, 10 kan ook nog wel of zo. Maar who knows. Maar ik hoop eigenlijk dat we misschien top 7 zouden halen met NAC. Is dat mogelijk? We gaan het meemaken, we gaan het zo zien. Ik ga even dit allemaal hier verwijderen. Bam. Want die berichten zijn niet voor ons van toepassing. Ik heb eentje laten staan, who cares. En dan gaan we naar de helft van het seizoen om te zien wat NAC Breda kan doen. Hebben jullie er zin in, dan zou ik zeggen, laat er vast die like achter voor deze aflevering. Wat als NAC Breda niks had verkocht? We gaan onze eerste indruk krijgen na de simulatie. Nou, we zitten ongeveer op de helft van het seizoen. Januari is nu daadwerkelijk begonnen. We gaan eens even kijken naar de eerste resultaten die we hier zien in december. I don't know met het team. Ik weet niet of ik dit wil checken. We zien een winst op Heerenveen. Right. We zien gelijk daar op Willem 2. Dat is wel de laatste 16. Ik hoop dat we door zijn gegaan met penalties of verlenging. Maar dat moeten we even afwachten. We zien een winst op PEC. Right. Een gelijk tegen Vitesse en een winst op Groningen. Dat is een beter maandje dan ik had verwacht. Zeg ik je eerlijk. En derde, damn bro. Dit is oké, boven verwachting hier op de helft van het seizoen. Voor een team dat de middenmoot zou moeten halen. Staan we even hier in de top 3. 6 puntjes achter op nummer 1 Ajax. En ja, gelijk in punten met de nummer 2 PSV. Maar ja, ze hebben natuurlijk een beter doelsaldo. We hebben echt heel weinig doelpunten voor 16. We hebben ook maar weinig tegen. Dat zijn er maar 11. Dus wat dat betreft is dat wel leuk in balans. We hebben 9 wedstrijden gewonnen. 3 gelijk en 5 verloren. Volgens mij moeten we dan echt alles met hele, hele kleine standen hebben gewonnen. Echt 1-0 gewoon iedere keer bijna of zo. 2-0 max. Ja, tegendoelpunten natuurlijk ook. Maar jullie snappen mijn punt.
Dan gaan we even naar die oranje beker kijken. Dit is de kwartfinale. Betekent dit dat we hier... Oh no! Willem 2 heeft ons eruit gekegeld. Je maakt een grap. Nee, dit is zo... Oh, 4-3 in strafschoppen. Ik zie in één keer Willem 2 staan en dat was als het een... Oh, dat is dan een domper. De beker is dus weer niet volbracht. Ik zie even hier een mailbox met allemaal berichten. We zitten niet op schema. Je moet je mel houden, man. We staan derde. Maar je niet op schema. We zitten prima op schema. Ja, aan de beker misschien niet. Maar hey, wie geeft er tegenwoordig nog om die gekke dennenappelbeker, hè? Goed. We gaan even kijken hoe het nou staat met de topscorers. Dat zocht ik even, het juiste woord. We zien Ziyech op 1 met 12 doelpunten. Hebben wij een speler, daarbij staan Muren met 6 doelpunten. Volgens mij is dat niet eens een basisspeler. Staat op plek nummer 8. Maar oké, we hebben tenminste wel iemand bij staan. Zien we hier bij de assists, zien we helemaal niemand? Nope, helemaal niemand. Oké. Dan kan we wel. Ik ben benieuwd hoe die doelpunten dan tot stand komen. Van Leer, onze doelman, heeft wel even het vaakste nul gehouden. Zeg wat je wil van die man. Maar hij doet het hier wel. 9 keer de nul. Lekker pik, goed bezig. Kunnen we niet onklagen. Nou ja, geen bekeravontuur meer voor ons. Kunnen we ons focussen op de competitie waarin we derde staan. Dus aan de ene kant is dat wel een mooi iets. Dus we daarop kunnen blijven focussen. Hey, who knows hoe ver we kunnen komen met dit NAC Breda. Ik ben erg benieuwd. We gaan gewoon direct voorbij die laatste wedstrijd simuleren. En dat is 13 mei. Laatste wedstrijd tegen Heerenveen. Gaan we ook nog even snel checken. Hoe is het laatste gedeelte van het schema? Ik zie hier Feyenoord was wat zwaar. Maar de rest, een Emmen, een Sittard, een Excelsior zouden we ook wel moeten kunnen hebben. Ja, en Pack en Heracles, daar durf ik niet echt uitspraak over te maken. Je weet maar nooit met die teams. Waarom ga ik hier uit? Ik wou simuleren. Anyway, ik zie jullie weer aan het eind van het seizoen. En dan gaan we zien wat dit NAC Breda heeft gedaan. Oké, het seizoen is ten einde. En ik ben benieuwd, ik wou niet uit die kalender, waarom doe ik dit toch zo vaak? Wat de laatste resultaten zijn, we hadden een lange rustperiode weer voor Heerenveen en we verliezen met 1-0. Dat vind ik teleurstellend. We winnen met 3-0 daar van PEC. Winnen van Feyenoord, kijk, dat is toch altijd prachtig. Dat is altijd prachtig. Ik bedoel, ja, sorry, ik ben er blij van Ajax ziet. Dus als ik dan met welk team dan ook een winst tegen Feyenoord zie, dat vind ik gewoon geweldig. Winst tegen Fortuna. Winst tegen Emmen, gelijk tegen Heracles en gelijk tegen Excelsior. Het is een beetje mixed feelings. Ik snap niet hoe we dan verloren hebben van Heerenveen. Dan had ik dan ook liever gelijk spelletje gezien. Maar hey, not bad at all in eerste instantie. En we zijn gewoon derde geworden. Dit team deed het beter dan Venlo, wat hoog moest eindigen. En toen werden we vierde. NAC kregen we de middenmoot als doelstelling en we worden gewoon derde. NAC Breda heeft naar mijn mening, voor mij ook zelf persoonlijk, boven verwachtingen gespeeld. Ik bedoel, derde plek. We hebben dikke 16 punten achterstand op de nummer 1. Holy hell, Ajax heeft het goed gedaan. Ik bedoel, PSV op de tweede plek staat ook even dik 10 punten achter. Feyenoord op de vierde plek. Groningen 5, AZ 6. Utrecht 7, Willem 2, 8. En Heerenveen 9. Ik wou gewoon even tot de helft checken. Meer ga ik ook niet doen. In de beker, wie heeft dit gewonnen? PSV heeft in de finale tegen Utrecht gestreden en gewonnen. Waar is Ajax dan gebleven in deze gekke beker? Wow, zelfs hier niet? Huh? Yo, ben ik blind of zie ik ze gewoon echt niet? Nee joh! No way! Oké, dit had ik niet gecheckt, maar hey! Dit is wel een mooie stunt. We hebben wel de kampioen uit de beker geknikkerd. Misschien waren ze daarom zo goed in de competitie. Ze hadden gewoon geen andere wedstrijden meer. Maar hey, dat is wel een leuk extra bonusresultaatje voor de NAC Breda. Ook al ben ik zelf voor Ajax. Ik vond dat wel grappig. Maar netjes gedaan in de competitie. Tuurlijk vindt het bestuur is dan blij met ons. Hey, als ze nou niet blij zouden zijn, dan zou ik het bestuur ontslaan als coach zijnde. Maar dat, helaas kan dat niet. Het zou wel een stunt wezen. We gaan even checken naar de topscorers en alles. Wie er hebben geknald voor ons. Daar ben ik wel... Hey, god. We switchten echt precies gelijk, de game en ik. Maar here it is. Ik zie aan topscorers op 1 23 doelpunten voor Ziyech. Die is echt gaan knallen. Tadic daar ook nog op 5. Maar goed, dat zijn niet onze spelers.
Onze speler staat op plek 12. Unal met 9 doelpunten. Hebben we nog iemand in... Jazeker, Ambrose met 7 doelpunten. Het is niet gigantisch hoog, maar ze hebben wel hun, hun steentje bijgedragen. Ik bedoel, we zijn wel derde geworden. Dan ben ik nou benieuwd naar de assist. Daar stonden we de vorige keer niet in, nu wel. En we staan op plek 7 met ook 7 assists. Dus dat is, dat is leuk. Dat is leuk. Plek 7 staan met 7 assists. Waarom niet, hè? Als je dan toch 7 wil worden, dan ook met het aantal 7. Verder zie ik ons er niet tussen staan hier bij de assist. Hey, Van Leer. Ja! Van Leer heeft zijn eerste plekje behouden, hoor. Hij moet gewoon... Ik denk dat hij een van de bazen van het team is geweest. Die gek heeft even 15 keer de 0 behouden met dit NAC-team. En laten we eerlijk zijn, hij heeft niet echt een topverdediging voor zich gehad, hoor. Absoluut niet. Hij heeft sowieso geen topteam voor zich gehad. Maar Botegien heeft natuurlijk ook wel... waarom struikel ik zo mijn woorden? Maar die heeft ook wel een aandeel natuurlijk gehad. Evenals Gudelje en onze spits. Dat zijn duidelijk de kaarttrekkers wel geweest. Maar hey, Van Leer heeft sowieso wel een actie moeten gekomen. Want de algemeentjes van het team lagen niet gigantisch hoog. Daar kunnen we gewoon heel eerlijk in zijn. Maar desalniettemin een zeer mooie prestatie. Natuurlijk, we hebben al gezien dat we de doelstellingen hebben behaald. Behalve die van die gekke beker natuurlijk weer na. Geloof ik. Ja, zie je al de kwartfinale. Maar wij zijn derde geworden. We hebben ook, even kijken, 85% van de bezoekers in 5-op-1 van de thuiswedstrijden. Dus 8 keer gelukt. Moh, niet verkeerd, niet verkeerd. Nou, dan zijn we wel weer bij het einde van deze aflevering. Als jullie het leuk vonden met NAC Breda, ik zou zeggen smash die like knop. Ik zou dat zeer waarderen. Laat in de reacties ook een nieuw team achter wat je zou willen zien. Al ben ik wel een beetje lichtelijk vooruit aan het opnemen in verband met de warmte die komt. Ik hoor temperaturen van 37 graden en shit. En dan wil ik niet te veel op mijn kamertje moeten opnemen. Want dat wordt op een gegeven moment niet te doen. Dus ik hoop dat jullie daar een beetje begrip voor willen hebben. Ik zou zeggen, volg me op social media. Linkjes staan in de beschrijving hier beneden. Ik bedank jullie voor het kijken en al je support. En ik zeg jullie graag de volgende keer weer. Tot dan, laters.